En de collega's Jessica en Brian hebben ook nog niet in de keuken gestaan. Dus tijd om naar Purmerend te gaan. Jessica en Brian zijn een goed geolied team in de brasserie. Ze staan beide zowel in de keuken als in de bediening. Brian is een echte horecaman. En dat heeft hij niet van een vreemde. Ik heb het geleerd van mijn opa. Dat was kelner. Dus ja, ik weet. Ik zit in mijn geinen. Brian is een perfectionist en die professionele houding eist hij ook van zijn collega's. Dat is niet altijd even makkelijk. Nee. Deze. Doe ik. Nee, die niet. Deze. In het begin moest ik wennen aan Brian. Maar hoe vaker we met elkaar werkten, hoe meer plezier we hebben in het werk. Ja. En dat we elkaar heel goed helpen. Ja. En in kunnen vullen waar nodig. Ja. Jessica is een stoere dame met een klein hartje. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en heeft bij veel handelingen hulp nodig. Jessica groeit op in een liefdevolle omgeving en dat maakt haar zelfverzekerd. Ze houdt van eten en uiteindelijk maakt ze daar ook haar werk van. Ik vind koken eigenlijk wel superleuk. Omdat je dan zelf dingen maakt. En dan vind ik ook dat ik er best wel trots op ben aan wat ik gemaakt heb. En koken is ook een beetje mijn passie, zeg maar. Hoe gaat het, maat? Achter me? Goed hoor. Brian heeft het syndroom van Down, maar ziet het niet als een beperking. Hij is erg zelfstandig en dol op koken. Brian is ook sportief en houdt van een spelletje, maar hij is fanatiek en gaat altijd voor de winst. En ook deze wedstrijd neemt hij uiterst serieus. Ik ga gewoon voor de eerste prijs. Niemand anders. Stap voor stap ga ik eerst de buttermaak doen. Champignons in de pan. Dan de groente en de biefstuk 5 minuutjes in de oven. En als eind het mooie plaatje. Dus ja, kom op met die gasten. Ik kan ze wel houden. Ondertussen heb ik mijn auto weer vol enthousiaste downtown dinnerchefs die niet kunnen wachten om een oordeel te geven. Laatste dag, hè? Yeah. Ja. Spanning stijgt. Wie gaat er winnen, jongens of de meisjes? Bye. Hallo. Toen ik binnenkwam, toen zag ik het gebak. En toen dacht ik, ik krijg gelijk honger. Beleefd. Ze deden zelf de stoel naar achteren, zodat we lekker kunnen zitten en dat ze dingen jassen aannemen. Nou, gewoon, dat is gewoon een team verdiend. U krijgt ook eten, een biefstuk en een hamburger. Oh. Ah, lekker. Zo? Ja. Als jullie vragen hebben, komen naar ons toe, hè? Ja, oké. Okay. Amenum. Aparte combinatie. Ja. Klopt. Een biefstuk met een hamburger. Twee verschillende soorten vlees bereiden. Dat vereist vakmanschap. Ik ben erg benieuwd en ik waag een kijkje. Je maakt kunst. Je bent heel druk volgens mij, hè? Ja. Oef. Ben je gespannen? Nee, of, ik ben helemaal niet gespannen. Dan ben ik helemaal rustig. Een beetje gespannen. Jessica, hoe gaat het? Goed. Ja, jij bent ook zo geconcentreerd bezig. Ja. Volgens mij maken jullie echt kunstwerk, of niet? Mm-hmm. Jullie zien er ook zo professioneel uit. En die keuken is brandschoon. Ja, dankjewel. Is dat belangrijk? Ja. Waarom? Hygiëne. De spanning in de keuken loopt hoog op. Maar aan tafel merken ze daar gelukkig niets van. Nou, wat ik juist zo leuk vind, is dat ik met 3 syndroom van Down zit. Yeah. Ja, leuk hè? Ik vind dat echt heel grappig. Ik vind dat echt leuk. Ja, ik ook. Jammer dat ik zelf geen syndroom van Down heb. Ja. Want dan is het een syndroom van Down tafel. Ja. De chefs in de keuken werken inmiddels naar het hoogtepunt. Ieder wel op zijn eigen terrein. Brian doet de biefstuk en Jessica zorgt voor de burger. Wow. Dat ziet er mooi uit. Dat ziet er lekker uit. Eet smakelijk. Dank je wel. Wat is jullie eerste ingeving van boord? Mooi, hè? Ik denk dat ik het een beetje te veel vlees vind. Te veel? Te veel vlees. Te veel. Te veel vlees. Ja, ik vind het heel lekker. Jij vindt het heel lekker? Ja. De vlees vind ik wel een beetje rood. Tenminste, bij mij dan. Ja, bij de biefstuk dat vind ik het wel lekker om wat rood te hebben.
Maar bij de hamburger niet. Nee, klopt. Nou, misschien hoort het wel zo. Nee, bij de hamburger vind ik het niet. Oké. Okay. Want een hamburger hoort niet rood te zijn. Klopt. Nou. Ja, ik vond het lekker. Nou, het is alleen maar goed. Het is een enorme hap, maar ze moeten nog wel een gaatje overhouden. Want de perfectionisten in de keuken zijn bezig met een kunstig dessert. Alsjeblieft. Oh, het ziet er te kleurrijk uit. Eet smakelijk. Dank je wel. Geniet ervan. Eet smakelijk. Ja. Ja. Verschillende dingen. Ja. 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 Het valt me op, ja. Wat ik wel heel apart vond van het dessert, dat het niet dezelfde waren. Ja, allemaal verschillende dingen, allemaal opvallende dingen. Ja. We zien dat we allemaal wat verschillende dingetjes hebben. Ja. En verschillende sausjes. Ja. Ja. Het is omdat we met jullie rekening hebben. Bij Jorik hebben we rekening gehouden dat hij geen chocola mag. Ja. En bij jou hebben we rekening gehouden, want wij hebben een koekje en daar zitten pindaatjes in. En dat we voor jou geen nootjes hebben gedaan. Oh, wat lief. Dus daarom hebben we het verschillend gedaan. Ik vind dat echt top dat ze daaraan hebben gedacht. Ook in Purmerend komt er een bekende Nederlander proeven. Dat is dit keer niemand minder dan Kim Lian. Kim Lian, ja! Die zat bij ons een keer op het terras. Ja, dan wel mee. Ja. Je kent haar niet, Kim Lian. Ja. Het is inderdaad echt heel mooi, inderdaad. Ja, dit is speciaal voor onze eregast. Jij beschermt door weer en wind. Als de nacht me plots heel bang maakt. Oh. Dit heeft me speciaal voor jou gemaakt. Ja. Oh. Succes. Dankjewel, hoor. Wat heeft u zelf met eten? Kookt u graag? Ik kan helemaal niet koken. Oh. Maar ik heb wel 3 kleine kindjes. En, oh, wat lief. Ja, die zijn ook echt heel lief. Mag wij erbij zitten? Oh, gezellig. Okay. Ja, natuurlijk. Mijn vriend komt uit Zweden. Ja, mijn vriend komt uit Zweden. Jij weet ook alles. Leren je kinderen ook 2 talen? Ja. Okay. Ik kan ook een beetje Zweeds. Ja. Oh, wil je dat eens doen? Ja, wat moet je zeggen? Wat moet ik zeggen? Het eten is lekker. Ja. Oh, maten, jettegod. Dank je wel. Terwijl Kim Lian nog haar bord leeg snoept, gaan de gasten weer in overleg. Ja. Wat vind jij van het eten? Ik vond het heel lekker. Jij vond het heel lekker? Ja, ik vond het heerlijk. Nou, helemaal goed, helemaal goed. Hoe vond jij het? Het eten hebben ze inderdaad hun best gedaan. Maar wat vonden jullie van de bediening? Ja, de sfeer vond ik echt... Ja, de sfeer vond ik heel mooi. Ja. Wat voor cijfer willen jullie geven? Wat vind jij een goede cijfer? Kim Lian had een topmiddag en hoeft niet lang na te denken welk cijfer ze wil geven. Ik heb hier de cijfers, Johan. Dank je wel. Tot de volgende keer! Ja. Ja. Kim Lian van mij was top. Ja, superleuk. Ja. Dan komen de cijfers. Jongens, wat vonden jullie van het eten? Heerlijk. Dat vond ik ook heerlijk. Maar wat bij mij opviel, de burger was zelf een beetje rood. Maar jullie krijgen ook een cijfer voor ons? Ja. Dit is een... 7. Een 7. Half. Half. Half 7. 7,5 voor het eten. Ja. De bediening. De bediening was helemaal goed. Het enige wat we zagen, en dat vonden wij iets minder... Als ik bijvoorbeeld het eten opgediend kreeg... moest ik wel even zo doen. Ja, en anders ik kon het denk ik niet erbij. Wat is jullie cijfer voor de bediening? Een 7. Nou. Okay. Oh. En jullie eindcijfer is een? Een 7. Nou, wat vond je van het eten? Zeg het maar. Ik vond het heel lekker. Ik heb nog een tip. Vraag aan de gasten hoe we ze de biefstuk willen gebakken willen hebben. Oké. Okay. Het eindcijfer is? Het eindcijfer is een 8. Wow. Yes! Maar er komt nog meer. Er komt nog een cijfer aan, hè? Want die bediening... De bediening was in 1 woord gewoon. Klasse. Eindcijfer is het? Mag jij zeggen. Yes. Een toffe krijgen. En jij ook. De meiden en de jongens staan nu op een gedeelde 2e plek met een gemiddelde 7,8. Met een hele kleine voorsprong staan Jessica en Brian met een 8 bovenaan. Maar zolang de cijfers van de BN'ers nog niet bekend zijn, maakt elk koppel nog kans om te winnen. Tijd voor de finale. Welk koppel heeft het best gescoord en mag de Downtown Dinner Trofee in ontvangst nemen? Dit is hem, hè? Ja.
De Downtown Dinner Award. Deze keer ligt het super dicht bij elkaar. Jullie zijn eigenlijk allemaal enorm aan elkaar gewaagd. Matthias en Jorik maakten saté met friet en een dessert met aardbeienmoes en ijs. Voor het gerecht en de service kregen ze gemiddeld een 7,8. Maar om het eindcijfer te bepalen komt er dus nog één cijfer bij. Wat gaf rapper Brees? Hij heeft met jullie gerapt en hij heeft gegeven een 9. Wauw! Het totale eindcijfer van Matthias en Jorik is nu een 8,4. Maar of dat genoeg is om bovenaan te blijven staan? Meline en Karin maakten een mooie mozzarella met tomaat, een broodje kip en een wafel met slagroom en aardbeien. Daarmee scoren ze net als de boys gemiddeld een 7,8. Kan het cijfer van Pip hen bovenaan plaatsen? Lieve meiden, van mij krijgen jullie een 9 met 3 kussen. Leuk. Goed gedaan! Yes! En dat brengt het eindcijfer van Meline en Karin ook op een 8,4. De meiden en de jongens staan dus nu gelijk. Maar wat wordt het eindcijfer van Jessica en Brian? Jessica en Brian serveerden een hamburger en een biefstuk. Afgesloten met een gevarieerd dessert. De gasten voelden zich allemaal erg welkom en gaven hen gemiddeld een 8. Maar welk cijfer gaf Kim Lian? Hier zit het in. Wordt het een gelijke stand? Dat jullie winnen? Of halen ze jullie nog in? Een dikke 9,5. Brian en Jessica, jullie hebben gewonnen! Ja! Kijk eens, gefeliciteerd. Iedereen heeft zich van zijn beste kant laten zien, maar Jessica en Brian waren met een 8,8 net ietsje beter. Zij hebben de felbegeerde Downtown Dinner Trofee gewonnen. Van geluk is dit hoor. Van boven mag. Echt van geluk. Tot morgen voor een nieuwe aflevering van Downtown Dinner.